Een tiebreak in de eerste set. Het is 2-2. De eerste set waarin de service, zoals verwacht, heel erg belangrijk is. Breekkansen waren er voor Tsonga. 4 stuks. Sijsling overleefde ze allemaal. Nu een 3-2 voorsprong naar die mooie passing in de tiebreak. De Amsterdammer speelt goed. Heeft veel vertrouwen. Heeft hij al een paar weken. Hij speelt aanvallend, gedurfd. En zeker niet de mindere van Tsonga. Toch de nummer 8 van de wereld. De nummer 3 van de plaatsingslijst hier in Rotterdam. Voor 2, Sijsling. Sijsling naar 4-2. Ja, als die eerste service van hem loopt, en die loopt, ja, dan kan hij het Tsonga moeilijk maken. Dan haalt hij die service games makkelijk binnen. En helpt hem dat door die service games. En dat zorgt dan weer voor veel vertrouwen. Tsonga, finalist hier in Rotterdam in 2011. Zijn derde optreden. En hetzelfde geldt voor Sijsling. Derde optreden in het hoofdtoernooi. Mooi, de wilde klap. Enkelhandige backhand van Tsonga. Ja, die is natuurlijk dubbelhandig. Mooi, serve en volley. Op een goed moment gespeeld door Sijsling. 5-2. Kansen om de eerste set binnen te halen. Oeh, en een slordige volley daar van Tsonga. Het wordt 6-2. 4 setpoints voor Igor Sijsling. 6-2, Sijsling. Belangrijk voor de Nederlander om die eerste set binnen te halen. Het publiek gaat erachter staan. Voelt dat er misschien vanavond wel een stunt in zit. 1 setpoint weggewerkt. 6-3, Sijsling. Twee servicebeurten nu voor Sijsling. Belangrijke punten. Moet het op eigen service af kunnen maken, die eerste set. En dat doet hij. Een turnfout van Tsonga. En zo wint Igor Sijsling de eerste set met 7-6. Goed gespeeld van de Nederlander. 7-6. De tweede set. Ook daarin gaat het gelijk op. Het is 4-4. Sijsling wel een kansje gehad. Een kansje om de service van Tsonga te breken. De breaks zijn schaars deze avond. Breekkans voor Tsonga. Oeh, die zit ernaast. En dat betekent de break. 5-4. In het voordeel van de Fransman. Slordige speel daar van Sijsling. Onnodig, die backhand. Tsonga serveert. Oh, mooi gespeeld. De passing van Sijsling leek goed. Een katachtige reactie van de Fransman aan het net. Mooie volley. 40-15. 2 setpoints voor Tsonga. Voor een 1-1 stand in sets. Ineens door het midden. En zo trekt Tsonga de stand gelijk. We krijgen een derde set. 6-4. Tsonga, ja, die heeft het niet makkelijk tegen Sijsling. Zeker niet. 1-1, begin van de derde set. Oh, mooi gespeeld hier van Tsonga. Handig aan het net. Balt het vuistje. Hij kreeg deze partij absoluut niet cadeau. Tsonga krijgt een breakpoint. Misschien wel de beslissing in de derde set. Als hij hem maakt. Maar dan de ace. Ja, door het midden. Goed weggewerkt. Even later nog een ace van Sijsling. En dan houdt hij toch zijn service game. Ontzettend knap. Ja, op de moeilijke momenten staat hij er. Het gaat dan op service tot 5-4 in het voordeel van Sijsling. Tsonga serveert. Ja.
Die haalt hij niet meer. Jammer, goed gelopen van Sijsling. Het voordeel voor Tsonga. Om de stand gelijk te trekken, om er 5-5 van te maken. Advantage, Tsonga. Een geweldige wedstrijd. Ontzettend spannend. Goed ook, hoog niveau. Sijsling gaat uitstekend mee met een speler uit de top 10 van de wereld. Oh, dat is slordig gespeeld. Dan had hij voor het moeten maken, Tsonga. En ja, dat weet hij. 40 gelijk. Yes. Tsonga onder druk. Wat gaat er door zijn hoofd op dit moment? Staat op het punt. Heeft de kans om een speler uit de top 10 te verslaan. Dat heeft hij nog niet gedaan in zijn carrière. Misschien wel. Het matchpoint voor Igor Sijsling. Hij is de hele avond al ongelukkig met die backhandvolleys, Tsonga. Advantage, Sijsling. 1 puntje heeft hij nog nodig. Die is goed. En die zit ernaast. Prachtig gespeeld door Igor Sijsling. Wat een overwinning, wat een verrassing. Op de eerste dag van het ABN AMRO toernooi. Ja, het publiek op de banken in Ahoy terecht. Sijsling heeft geweldig gespeeld. Hij wint in 3 sets van Jo Wilfried Tsonga. En boekt een geweldige overwinning. Prachtig gedaan door Igor Sijsling. Goed gespeeld. Het was heel erg close. Ik kreeg een paar kantjes om in de tweede set al de wedstrijd op slot te doen. Dat lukte niet. Gelukkig wel in de derde. Waar haalde je het vertrouwen vandaan? Je staat met zoveel vertrouwen te spelen. Waar komt dat vandaan? Australian Open nog steeds? Dank je. Ik sta altijd goed te spelen. Ik heb vorig jaar ook goed gespeeld. En op de Australian Open met Robin in de dubbel ging hartstikke goed. Dus ik blijf kalm in wedstrijden en vertrouw op mijn spel. En dat leidt tot een hoop overwinningen. De hele wedstrijd vertrouwen gehad dat je deze eruit kon trekken, dat je kon winnen? Nee hoor, absoluut niet. In de tweede set komt een kanteling. Ik kon hem breken, maar hij breekt uiteindelijk mij en dan wint hij de tweede set. Dus dan krijg je wel een mentaal dipje, maar ik bleef cool en ik bleef er ook wel in geloven. Mooiste overwinning in je carrière? Misschien wel, ja. En wat voor boost geeft je dit zelfvertrouwen dat je een top 10 speler hier kan verslaan? Dat is mooi. Ik bedoel, als je van zulke jongens wint, dan geeft dat een hoop vertrouwen. En misschien kan je dan nog wel een paar pakken, ja. Heel veel succes. Dankjewel.